Ik spreek hier in naast Os bij Amsterdam. Het was besloten de test op 11 februari. Om hier wat meer informatie te verschaffen, omdat niet iedereen is in de gelegenheid is om over alle aspecten te informeren. We hebben veel activiteiten uitgevoerd de afgelopen in 2012. Deze zijn eigenlijk allemaal openbaar geweest. En ik wil een aantal aanstippen om dit er ook iets van aandacht te brengen. Dat is onder andere geweest dat een nieuwjaarsfeest georganiseerd samen met toeristen. We hebben dat ook netjes opgeruimd, alles wat er achterbleef. We hebben 3 brainstormsessies gehouden, 7 algemene vergaderingen, 5 netwerkbijeenkomsten, 3 film- en debatbijeenkomsten, een straatactie waar we mensen hebben geïnformeerd buiten en in het OV over de aankomende bezuinigingen of eventuele bezuinigingen. We hebben een ludieke protestmars gehad, we hebben 8 internationale uitwisselingen gehad, we hebben ongeveer 15 informatieve en ludieke filmpjes gemaakt op Occupy TV. We hebben ongeveer 1500 mensen de afgelopen 2 maanden gesproken in onze infostand. We hebben veel gesprekken gevoerd overdag en 's nachts. Onder andere met mensen over en geprobeerd, als er wat mogelijk is, zoals vorige keer ook over de deescalerende maatregelen. Mensen geholpen, dat ze ook andere burgers hebben die in bepaalde problemen zijn geraakt. We hebben gekeken of de cabine mogelijk handig zou zijn op het plein in verband met veiligheid en reguleerbaarheid. We hebben onder andere de ACTA-demonstratie gesteund en in mee geparticipeerd. En zoals vanavond bijvoorbeeld om 8:30 hebben we de bijeenkomst creatief activisme in de Wonderbunker. Dat is natuurlijk ook onderwerp welkom. En dat eigenlijk allemaal op eigen kracht. En dat op eigen kracht, dat zou de gemeente moeten aanspreken. We zien dat vaak terugkomt hier een stuk in de gemeente. Kortom, veel mensen voelen zich nog steeds verbonden met Occupy Amsterdam. Onze aanwezigheid op de beursplein maken wij gebruik van ons recht om te demonstreren. Dit eindigheid zou, dat hier een eindigheid aan zou moeten zijn, vinden wij alleen niet een inhoudelijk argument. Zo is ook kort besloten, recent uitgesproken door een rechter in Den Haag over Occupy Den Haag, dat het een legitieme vorm van protest is. Nog 1 minuut. Ja. En dan, daarom is het publiek debat nog steeds nodig, naar onze mening. Die 500 mensen die de afgelopen tijd nog langs zijn gekomen, hebben onder andere meegesproken over de ACTA, de verdragen, ACTA, het EMF, hoe zit het, dat soort zaken. Toch vaak ingewikkelde zaken. En vaak wordt het onder uitspreken over de manier waarop de economische crisis het meest kwetsbare mensen raakt in ons land, terwijl de banken nog steeds worden gered. Hoe ons gemeenschapsgeld wordt gebruikt en bonus van bankdirecteur gewoon door wordt betaald. Terwijl rond ons bezuinigd wordt op alle sociale voorzieningen en bijvoorbeeld jongerenwerk. Dit kan in ons ogen anders. Het is nodig dat in het publiek debat fundamentele vragen worden gesteld. Over meer over samen prioriteit stellen, over de veiligheid tussen geld en politiek, over de samenleving en mensen daarbij betrekken. De diversiteit aan mensen op het kamp is nog steeds groot. De lage drempel is dito. Dus daarom zien wij deze vorm van protest op dit moment nog steeds het beste als in een kamp. Om ook naast de dingen die ook ergens anders georganiseerd kunnen worden, juist de mensen daar terugkoppeling te geven, kunnen blijven praten over dit soort dingen. En dan is een lage druk als het kamp de manier waarop wij dat ook willen doen. Uw tijd is okay. De laatste zin. Nou, ook wij leggen al maandenlang een zere pols op daar waar maatschappijen problemen zijn. Daarvoor willen wij ons bijdrage leveren nog steeds vanaf het beursplein. Daar ben ik. Dank u wel. Dan wil ik graag de vragen zijn. Ik zag hier Bart nog net als ik opsteek, geloof ik. Die heeft een vraag voor de heer Woersbroek. Ja, voorzitter, ik wil u zeggen dat er een feest is geweest, dat u brainstorms houdt, dat er een straatactie is geweest, dat mensen informeren over de bezuinigingen, protestmars, internationale uitwisselingen, brainstorms, gesprekken en ondersteuning aan de ACTA-demonstratie op de Dam. De vraag is, waarom en tot wanneer heeft u daar een beursplein voor nodig? Meneer Woersbroek? Nou, wij willen gewoon de komende maanden hiermee verder gaan. Dus we hebben nog geen houdbaarheidsdatum aan het kamp gegeven. Dus we willen daar voorlopig nog mee doorgaan. Ook om de mensen deze lage drempel om daar naartoe te gaan te blijven houden. Maar we hebben op dit moment nog niet besloten hoe lang dat zal zijn. Meneer Paternot, houden we het maar? Ja. Ja, ik stel een vraag natuurlijk, omdat dit zijn allemaal sympathieke bezigheden. Ik denk dat heel veel mensen aan brainstorms, aan gesprekken, aan straatacties en aan feesten doen. Maar waarom is het nu nodig om na 4 maanden nog steeds door te gaan met voor dit doel het bezetten van het beursplein? Ja, nou, onze mening is dat een verlengstuk van dit protest. Er wordt vaak gezegd dat wij een verblijfsfunctie zijn, maar dat is al lang niet meer aan de orde. We zijn echt een protestkamp.
En dit geeft ons extra kracht. Mensen kunnen elkaar hier weer ontmoeten, bij elkaar komen. En dus om de protest extra kracht bij te zetten. Dat is eigenlijk de reden waarom we ermee door willen gaan. En we zijn er inderdaad nu al maanden. En ook in tijden waarvan wereldwijd overigens ook overal kampen zijn. In tijden waar het niet al gemakkelijk was geweest, zijn we toch doorgegaan. En dat geeft ons ons geloof, onze overtuiging, onze kracht om door te gaan op dit kamp. Dat was het in dan de heer Vos, die was gekomen om naam langs te komen bij de architect. Nou, ik word nu niet zoals toegangszone, ik heb er ook meegemaakt dat de loket dan open is. Maar goed, ik heb een vraag aan u, dat is of u ook vrijwillig of onzienbare tijd weggaat zonder dat er dwang bij de gemeente wordt toegepast. Ik word ook. Nee, in principe wordt dat is een lastige vraag te stellen, dat ik die als individu alleen kan beantwoorden en niet namens de hele Open Amsterdam-beweging, omdat. Hier hebben we besluit alles wat ontzettend is ook sterk, maar in principe laten wij ons voorlopig niet, gaan we niet vrijwillig weg van, het Beursplein. Andere vragen, meneer Vos? Nee. Andere leden? Ik zie mevrouw de burgemeester dadelijk. Ja, en de kamer. Van Doornik. Ja. Dank u voor ons mede te delen wat we allemaal hebben gebeurd vanuit Occupy. Hier in de commissie hebben we natuurlijk heel vaak over Occupy gehad. En een van de redenen waarom partijen zouden vinden dat het wet moet, is omdat ze denken dat de buurt en de ondernemers overlast hebben. Hoe gaat u daar zelf mee om? Bent u daar actief in en hoe ervaart u samenwerking met de ondernemers? Een mooi voorbeeld is gisteravond, ik was op het Beursplein aanwezig en ik zie bijvoorbeeld dat er een groot stellage wordt opgebouwd bij de Bijenkorf op het Beursplein, daar worden dingen opgeslagen. Nou, en voor tot nu toe, als we bezig zijn met ondernemers, gaat dat in samenwerking, of tenminste in ieder geval werkt die niet tegen elkaar in. En ondervinden wij tot nu toe weinig dat echt grote klachten nog binnenkomen. En als dat wel zo is, dan, dan praten we daarover. Dus in principe voorzien wij niet dat, dat overlast heel erg is nu voor de omgeving. Niet meer dat de stadsproblematiek nu al is in de stad. Andere vraag, mevrouw Doornik? Dan ga ik naar de heer Lommel. Dank u wel. Ik heb twee vragen aan u. Weer wordt weer beter. Wat verwacht u dan met de deelnemers aantallen? Wat er gaat gebeuren? Denkt u dat de Occupy-beweging Amsterdam groter gaat worden? En de tweede is, waar we de vorige keer in deze commissie een discussie over hebben gehad, is het tentenkamp, wat s'nachts niet bewoond zou zijn of handbal of alleen maar bewaking. En mijn vraag is toen zelf aan de collega's van ja, als daar dan s'nachts eigenlijk niemand is, waarom hebben we dan een tentenkamp nodig? Kunt u daar wellicht over laten schrijven? Om op de eerste vraag te komen, het aantal mensen aanwezig is, dat verschilt heel erg. We hadden afgelopen zaterdag bijvoorbeeld een solidariteitsdemonstratie met Griekenland en toen waren er 400 mensen op het Beursplein. Dat is een redelijk groot aantal, maar dat is niet altijd zo groot. Gezien de lente en het mooie weer dat aankomt, we zien wel dat de mensen nog steeds behoefte hebben om langs te komen. En als het mooi weer zou zijn, is het druk in de stad, verwachten wij wel dat er meer mensen zijn die langs zullen komen. Ja. Dan de tweede vraag, dat het niet bewoonbaar zijn, zou moeten zijn of dat het aantal lage mensen en waarom er dan een kamp zou moeten zijn. Onder andere is afgesproken een tijd terug dat wij afgesproken is opgelegd dat we een aantal mensen aan 's nachts aanwezig willen zijn om het kamp te bewaken. Nou, wij hebben juist net de samenspraak van de gemeente daaraan voldaan dat er mensen voor de veiligheid van het kamp aanwezig zijn. Want het is een 24-uurs kamp. We kunnen niet zeggen van doen overdag zijn wij aanwezig en 's avonds laten we het achter. Ik denk dat dat niet de veiligheid zou bevorderen. Dus juist daarom is het goed en zo afgesproken dat er een aantal mensen 's nachts aanwezig zijn. Ja, in de media hebben we kunnen lezen, of dat waar is ook niet, dat wil ik daar wil ik uw mening graag over hebben, dat mensen er gratis komen kamperen. Ik kan me niet voorstellen dat dat de bedoeling is, maar kunt u daar iets over zeggen? Het is zo dat wij in principe een protestkamp zijn en geen verblijfskamp. En daar slapen mensen die in principe waken. Maar we hebben wel een populatieschema in het waken. Dat kan je kunt zich voorstellen dat we niet allemaal 24 uur per dag daar kunnen zijn.
met onze energie. Dus een relatieschema. En we spreken precies af wie daar wel en wie daar niet mag, slapen. Op dat moment handig is om daar bezig te zijn. Het mooie is dat we juist met elke persoon apart daarover praten en over de rol die iemand is in het kamp. Of iedereen is welkom, maar slapen, daar houden we goed. Nee, daar hebben we goed toezicht op wie daar wel en wie daar niet aanwezig zijn. Het is niet zo dat, worden mensen die toeristen zeggen, ik heb een nacht een slaapplaats nodig, die daar allemaal verblijven. Nee, zo is het niet. Andere leden met vragen? Nee, dan wil ik de heer Hoesboek hartelijk danken voor zijn inspraak. Dank u wel. Voorzitter, even van de orde. Ik denk dat er een paar opmerkingen en ook bij mij zijn. Gaan we dat dan in de rondvraag doen? Dat gaan we in de rondvraag doen. Nee, gaan we in de rondvraag wordt dan behandeld. In elk geval, ik heb ook wel bereid dat we hier de vergadering de nodige aandacht aan te besteden.